Zo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Saan Vissing. Dit weekend een wedstrijd, karpenwedstrijd voor koppels. Dus ik ben met mijn vismaat lekker aan het vissen. En hopen dat we wat visjes kunnen vangen en dat we niet op de nul blijven staan. Nou, ik hoop dat je veel kijkplezier hebt. Geef even een duimpje voor de moeite. En dan hopelijk tot snel voor vis op de kant. Later! Ik maak ook even eerst een kiepje zo, Frits. Mag jij bij mij kijken? Goed vaststaan. Nou, vannacht 3 uur, eerste visie, 6,3 kilo. Nou, mooi donker, niet te diep water, dus verwachte vis wat we hadden kunnen vangen. Helemaal top. We gaan ze vrijheid weer geven na een paar uur sling. En dan gaan we weer verder. Hoop op meer. Hey, ik stap gisteravond die tent in en ik doe die schoenen uit. Die tering met de lucht, joh. Het waren nog gewoon mijn voeten. Daar liggen we aan de overkant. En mijn maat die ligt daar op de hoek. En aan de overkant op de hoek. Basecamp. Nou, we zouden direct even lekker eten. Want ja, zonder voer in de mains gaat het ook niet goed. Nou, tweede dag gaan we bijna de nacht in. Of de avond. Het begint nu te schemeren. Vanmiddag 1 vis verspeeld, helaas. Dus we hebben nog steeds maar 1 visie op de kant. Maar ja, de avond gaat beginnen. Dus ik hoop ook de vangsten. In het algemeen is er nog niet extreem veel gevangen. Dus er zijn nog kansen om weer op te klimmen op de ladder. Voor een betere positie. Maar dan moet er wel vis op de kant komen. Zodra we weer wat hebben, laten we dat zien. Vis opleveren, dat vind ik veel belangrijk. Zo, nog even een update. Nee, ik lul tegen mijn camera. Zo, nog even een update. Nou, we hebben weer spullen opnieuw uitgevaren. Verse aasjes erop. We hebben eind van de middag helaas nog een vis verspeeld die zichzelf vastwom tussen de takken met lijnbreuk. Ja, het gebeurt. Het is en blijft een wedstrijd. En dat hoort er allemaal bij. Dus hopen dat er vannacht nog visie op de kant komt. De verwachtingen zijn hoog. Maar we gaan het beleven. Zodra we wat vis hebben, bij daglicht, dan laten we het zien. Want dan moeten we wegen, want dan moet allemaal geregistreerd worden. Nou, tot de volgende vis. Zo. De wedstrijd zit er bijna op. We zijn alvast aan het inpakken. De auto staat erachter. Helaas vannacht geen visie gevangen. Wel wat piepen gehad, maar daar is het bij gebleven. Dus we staan met 1 vis ergens in het klassement. Dus we gaan straks bekijken bij de prijsuitreiking waar we beland zijn. Helaas hadden we meer verwacht. Meer gehoopt, maar het geluk was niet aan onze zijde. Dus volgend jaar beter. Ja, moet je wel een lichtje aan doen, Bas.
Heel zwaar. Ja, dat is die goede jij even kloppen. Ja, dat moet ik even doen. Nee, dat is goed zo. Nou, die gaan we jou. Ja, mooi dat loopt. Nou, jullie hebben het gehoord. De weg moet verlopen worden gewoon, want ik ga geen vis vervangen. Ja. Ik heb een wachtje van boven. Nou, alles staat in de tuin uitgestald om te drogen, want het was lekker vochtig vanmorgen. De wedstrijd is afgelopen, we zijn vijfde geworden. Nou, niet slecht van bijna 20 koppels. Dus hopen volgend jaar een beter resultaat. We gaan het beleven. Voor nu, alvast bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren en een duimpje te geven. Later.